your flowers to your doorstep on the daily. Yo! Leuk dat je kijkt naar KookTV! Mijn naam is Romy. Ik ben Suus en wij zijn KookPrisjeks. Suus, heb jij wel eens een vakantiebaantje gehad? Nee? Nee. Nou, dan wordt vandaag je eerste dag met een vakantiebaan. Want als je leuke dingen wil doen in de zomer, moet je natuurlijk wel wat geld verdienen. Dus we gaan vandaag meelopen met twee super te gekke vakantiebaantjes. Ja, maar wie gaan we verrassen? De eerste is Jawel. Hij is 14 jaar oud. Hij komt uit Kamperland. En hij houdt van gamen, sporten en zwemmen. Tweede is Chantal. Ze is 15 jaar en super muzikaal. Ze woont in Almere en houdt van zingen en piano spelen. Maar wie gaat naar wie? Spin the bottle! Degene op wie de fles komt, gaat naar Joël. Spin the bottle, spin, spin. Ja! Doei, doei! Yo, ik ben vandaag in Kamperland om Joël te verrassen. Joël heeft al zijn diploma reddend zwemmen bij de reddingsbrigade. Maar hij wil later lifeguard worden op het strand. Ik heb mijn autootje al bij me. Ik zou zeggen, laat hem ophalen. We zijn er bijna. Hallo. Attentie, reddingsbrigade hero. Wil Joël Geelhoek naar buiten komen? Hallo. Hoi, ik ben Suzanne van de Koninklijke Chicks. Ik ben Joël. Hoi, en ik heb vandaag een privé training voor jou gefixt van de reddingsbrigade. Ik vroeg me af of jij mee wou. Ja, natuurlijk. Ja? Kom. Ik ben vandaag in Almere in de Studio Mike / Jenniflow Studios. En ik ga vandaag Chantal verrassen. Maar dit doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb iemand uitgenodigd en dat is Vincenzo! I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. Chantal denkt namelijk dat ze hier zometeen een zangles gaat krijgen. Maar dat is niet zo. Ze gaat namelijk met ons de vakantiebaan straatmuzikant uitproberen. Vincenzo kan namelijk heel mooi zingen en ik niet. Kom maar mee, we gaan er verrassen. Doei! Zuster, ik ga nu wat doen. De verrassing. Hoi! Hallo! Hoi! Chantal. Ik ben Romy. Chantal. Ik ben een KookPrisjeks en ik kom je vandaag verrassen. Oh, wat leuk. En de tweede verrassing is binnen, dus kom maar mee. Oh my god. Oh my god. Hey! Oh mijn god, zo leuk. Oh, hallo. Hi. Chantal. Vincenzo. Oh my god. Alles goed? We gaan vandaag zijn nummer daily met jou oefenen en spelen op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Yes. Echt waar? Echt waar? Zeker. Oh my god. Cool, hè? Oh dus my god. Ken je hem een beetje, het liedje? Ja. Oké, okay, nou dan ben ik ook weer gerustgesteld. Oh, leuk. Yes. Hebben we er zin in? Ja, heel erg. Ik ook. We gaan het zien. Zeker. Oké, okay, laten we gaan oefenen. We zijn er. Hoi. Hallo. Ik heb gehoord dat wij vandaag een privé-training krijgen van jullie. We gaan jullie vandaag meenemen. En dan aan het eind van de dag hopen dat jullie ook strandwachten kunnen zijn. Wat gaan we precies doen? We gaan zo eerst een stukje met de auto rijden. Dan komt er een melding binnen en daarop gaan we actie ondernemen. En dan, dus we gaan ook even het water in? Ja, dan gaan jullie trainen. Ja. Oké, dan gaan we jullie een geel shirtje geven en dan gaan we de auto in. Oké. Top. Nou, ben je een beetje verrast? Ja, heel erg. Had ik echt helemaal niet verwacht. Nee, superleuk. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Maar ik wil je natuurlijk ook wat beter leren kennen. Ja. Dus vertel eens even over jezelf. Wanneer ben je begonnen met zingen? Wat zing je graag? Ik ben eigenlijk best wel lang geleden begonnen met zingen. Ik was denk ik 7 toen ik op een kinderkoor ging. Ken je Vincenzo al? We gaan natuurlijk een nummer met hem zingen vandaag. Ja, ik ben bij de... Ik ken hem niet. Echt helemaal niet wie ik was. Ik ben zelfs bij de finale van de Voice of Holland ben ik geweest. Dat is toch weer helemaal voor... En heb je al wel eens een optreden gedaan voor een publiek? Ja, vroeger vooral veel in de kerk, zeg maar. Mm-hmm. Met dat koor. En ik heb wel eens op school opgetreden. En op een bevrijdingsfestival en in Almere, zeg maar. Vet. Ja, 2 keer. En wel eens op straat? Echt als straatmuzikant? Nee, of dat niet. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Laten we gaan repeteren, het nummer verdelen. Toch? Ja. Cool! Let's go. Waarom wil je zo graag bij de reddingsbrigade? Ja, omdat het leuk is, gewoon op het strand. Ik vind het wel leuk om iets met hulpdiensten te doen. Zou jij dit, de reddingsbrigade, als zomerbaantje willen doen? Dat zou me wel heel fijn zijn, ja.
Als je dat kan combineren met je werk natuurlijk. Ja, zeker. Top, ik zou zeggen laten we gewoon gelijk beginnen. Ja, is goed. Hey, stek, team, Suus! Hey, oh, ik heb een zwemmer in de problemen ter hoogte van de bewakingsvlag, westelijke richting. Zouden jullie aan het enige spoed willen gaan kijken? Over. Ja, we gaan de plaatsen. Over. Ik doe vers 1 en refrein 1. Jij doet vers 2 en refrein 2. Ja. En vers 3 doen we samen. En dan eigenlijk ook de laatste refrein doen we dan ook samen. Ja. Ja, zullen we even doen? Ja. Check op. Left it up and told me, not a place and not a time. Since then I'm eating tofu with a salad on the side. I'll bring your flowers to your doorstep on the daily. You made me going crazy. I remember breaking up that time. You caught me on a light. 100,000 roses later, I apologize. I'll bring you flowers to your doorstep on a daily. You made me go crazy. Learning Justin Bieber songs on ukulele. Damn baby, I'm so crazy. Is dat goed voor jou? Ja, is goed. Ja. Ja, ik kan doen op deze, dus op 4. Damn, Shani. Damn! Zo vet! Jee, oké, we zijn klaar met repeteren en we gaan nu naar Nieuwmarkt. Vind je het spannend? Ik heb er gewoon vooral zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Zin in? Ik heb er ook zin in. Kom maar mee naar de Nieuwmarkt in Amsterdam. Woei! Omdraaien. Ja, dat hij met zijn rug naar de boot komt. Ja. Oké, kruislig. Gaat hem goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat is er gebeurd? Ja, ik was aan het zwemmen, ik weet niet, ik kwam gewoon niet meer terug. Oké, okay, maar zijn er dus geen meer? Nee, ik was alleen. Okay. Ja, mijn ouders zitten op het strand. Oké. Okay. Meneer, voelt u zich ook goed? Ja hoor, prima. Ik ga weer door. Ja, weer terug naar het strand. Ja, precies, dat is terug naar het strand. Je allereerste redding uit de zee. Hoe voel je hem? Ja, super goed. Ja? Ja. Nou, ik hoop dat jij mij later ooit een keer gaat redden als ik in de problemen kom. Ja. Heel veel succes nog met daar komen. Ik ga terug naar Romy, kijken hoe zij het gedaan heeft. Oké. Dus later hoor. Hashtag team, Suus! We zijn aangekomen op de Nieuwmarkt en jullie gaan ze optreden, maar wat heb je nodig voor een optreden? Kijkers! Hoe gaan we kijkers fixen? Ik heb een megafoon bij me en ik ga hier lekker doorheen schreeuwen en hopen dat er mensen komen. Vincenzo en Chantal, kom allemaal kijken! Ze kunnen super, super, super mooi zingen! Kom er allemaal bij, kom erbij! Dit wil je horen, dit wil je horen, echt waar! Het wordt heel mooi, kom kijken! Gabrielle! Hoi! Meisje van de middelbare school. Kom kijken, het is echt heel mooi, het is echt heel mooi. I remember rolling down your street one day when I was lost. Ever since I kept on taking it in case our paths would cross. I remember thinking KFC would be a perfect day, but you're a vegetarian, I found it out too late. Now you left it out and told me another place, another time. So then I'm eating tofu with a salad on the side. I'll bring you flowers to your doorstep on the day. You made me going crazy. My Beyonce, you know I could be a Jay-Z. Damn baby, I'm so crazy. Hallo, ik vond het heel leuk, heel vet. Jullie hebben het zo goed gedaan, jullie hebben het zo goed gedaan. Wat vond je ervan? Heel leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, zeker. Een nieuwe vakantiebaan of dat niet? Ja, pas wel, nee. Ja, misschien vaak op straat gaan staan. Ga je toch weg bij de supermarkt? Ja, toch weg bij de supermarkt. Nee. Je weet, maar sowieso blijft het zingen. Ja, man, zeker doorgaan. Heel mooi. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren vandaag. En ik ga even kijken hoe het bij jullie is gegaan. Heel erg bedankt. Doei! Tjus!
Hallo, hoe is jouw dag? Ja, superleuk. En die jouwe? Ja, ook superleuk. Wat heb je gedaan? Ik heb gewerkt bij de reddingsbrigade. Zo cool. Ik was straatmuzikant vandaag. Wow. Vet. Maar vond jij deze video nou ook zo leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en laat in de reactie weten wie jij vindt dat heeft gewonnen. Hashtag Team Romy. Of hashtag Team Zus. En wil je de vorige video van Coolbox kijken? Klik dan hier. En de vorige video van Frisix? Klik dan hier. En tot snel, CookTV. Doei!